We zijn dan net met de auto op pad geweest met de nieuwe Renault Twingo. Jan Brons, verkoopleider hier bij Terwolde, die wil daar graag eventjes iets over kwijt. En waarom die nou net de motor achterin heeft liggen, daar is heel slim over nagedacht. Dat wil Jan even toelichten, want het is een heel uniek verhaal op zich. Jan. Ja, natuurlijk, met veel plezier. De eerste is in 1993 uitgekomen en die rijden er nog heel veel van rond. Dit is dan weer de nieuwe. Hij is aan de buitenmaat, is hij 10 centimeter korter dan zijn voorganger. Maar de binnenin is hij 22 centimeter langer. Hoe heeft men dat beter te bereiken? Door onder andere de motor van voren naar achteren te plaatsen. En het grote voordeel daarvan is dat je dus de achterwielaandrijving hebt, dat je geen aandrijving meer op de voorwielen hebt. Bijkomend voordeel in het verkeer is dat je dus een hele krappe draaicirkel heeft. Hij heeft een draaicirkel van 8,65 meter, de krapste die je kunt krijgen in dit segment. Dus voor een stadsauto en ook voor woon-werkverkeer ideaal. Heel veel mensen zullen dan denken van ja, motor achterin, dus ik heb geen kofferbak meer. Maar loopt u maar even mee, ik kan het laten zien. Ook in dit segment heeft deze nieuwe Renault Twingo gewoon de ruimste kofferbak die er te krijgen is. We hebben het gevisualiseerd door middel van 3 kratjes in de auto te plaatsen. Wat menig compacte A-segment auto wat gewoon weg niet lukt. Daar kan 1 kratje in met een zakje daarnaast en houdt het gewoon op. Hier kunnen 3 in. Het grote voordeel van de motor die hieronder ligt is een bijkomend iets dat je geen drempel meer hebt. En hij is vlak en ook makkelijk te beladen en weer uit de kofferbak te halen. Bijkomend voordeel is, doordat de motor achterin is gekomen en wel meer ruimte gecreëerd kan worden in de auto, is dat je dus de A-stijl, zoals ze dat zo mooi noemen, dat is de voorruitstijl, die heeft men dus, wat je heel mooi kan zien, naar voren geplaatst. Omdat je dus geen motor meer voorin hebt, kan je deze stijl kan je verder naar voren plaatsen, zodat je meer ruimte in het interieur kan creëren. Heel veel mensen zullen nu denken van, ja, wat zit hier dan nog onder, want daar is iedereen nieuwsgierig naar. Ja, dat is ook logisch. Hier zit gewoon de accu en eruit is vloeistof. Voor de rest zit hier niets. Dan kun je geen bagage kwijt. Geen bagage kwijt, ook geen zak zand. Waar sommige mensen wel eens denken van vroeger dat de motor achterin zat. Dat is niet zo. Er zit heel veel gewicht en contragewicht in. Zodat ook de wegligging gewaarborgd is. De motor heeft uiteraard een achterwielaandrijving. Met een speerdifferentieel, zodat hij niet uitbreekt, dat hij goed veilig blijft. En ja, dat wij altijd zeggen, je kunt een Porsche 911 rijden voor 12.000 euro. Dus dan scheelt hij gewoon een hele hoop euro's. En dan kun je wel dezelfde beleving halen in een Renault Twingo. Bijkomend voordeel voor de motor achterin is nog eens een keer, dat je dus ook het geluid achter je laat. Je hebt geen gebrom van een driecilinder voor je. Je hebt alles mooi achterin zitten. Je rijdt naar voren, je geluid gaat naar achteren. Dus hij is ook veel stiller. Dat is eigenlijk het grote voordeel van de nieuwe Twingo. Heel erg doordacht concept. Niet zomaar gedaan. Hij is ook heel volwassener geworden. Ja, binnen het interieur. Hij is hoger. Je hebt een hoger zit. Ja, en natuurlijk ten opzichte van zijn voorganger 4 deuren. Voordeuren en ook achterdeuren. Wat wij bij de vorige Twingo niet hadden. Wat echt jammer was. Dat is wel veel vragen. Je kan redelijk achterin zitten. Ja.